Een grote brand in Nijkerk. Een kunststoffenfabriek staat in de brand. Internationale organisaties laten nu ook hun mening horen over de herdenking morgen in Vorden. Daar worden voor het eerst ook Duitse soldaten herdacht. En 25.000 bezoekers zouden zaterdag naar Apeldoorn gaan voor het bevrijdingsfestival. Maar dat feest gaat niet door. De gemeente heeft alle vergunningen ingetrokken. We zijn een half jaar heel erg druk geweest om deze unieke line-up aan bands bij elkaar te krijgen. Een goedenavond, het nieuws van donderdag 3 mei. Er woedt een zeer grote brand in Nijkerk. Een kunststoffenfabriek die staat in een brand. Bij de brand komt zwarte rook vrij, u ziet het hier op de beelden. En die zwarte rook is in de wijde omgeving te zien. Er zijn ook verschillende korpsen uitgerukt om de brand onder controle te krijgen. En in Nijkerk, daar staat ook verslaggever Arjan Hoefakker. Ja, Arjan, hoe is het daar? Nou, je kunt het achter mij zien. Nog steeds heel veel vlammen. De brandweer is nog steeds bezig om die vlammen te bedwingen. En boven Nijkerk hangen de hele avond al gitzwarte rookwolken. Je kunt spreken van een groot inferno en dat vooral vanaf 6 uur vanavond. De hulpdiensten zijn groots uitgerukt. Niet alleen de korpsen hier uit de omgeving, maar uit de wijde omgeving zijn hier naartoe gekomen. In totaal 90 hulpverleners zijn ter plaatse, ook van ambulances en van de politie. En ja, de vlammen komen nog steeds uit het pand, dus de brandweer is nog uren bezig met blussen. En dat was Arjan Hoefakker ter plaatse. Op de beelden zijn ook zwarte rookwolken te zien. Naar de telefoon brandweervoorlichter Mariska de Lange. Ja, die rook, is die ook giftig? Rook is er altijd giftig. Daar moet je sowieso niet in gaan staan. Door de brandweer worden momenteel op 4 plekken metingen verricht om te meten wat er precies allemaal in de rook zit. En mensen moeten daarom ramen en deuren uit voorzorg dicht houden? Dat is om ervoor te zorgen dat mensen de rook niet inademen. En ook de A28 tussen Hoevelaken en Nijkerk, die is afgesloten. Waarom hebben jullie daartoe besloten? De A28 hebben we af laten sluiten om, vanwege het zicht op de snelweg. En de veiligheid dus van de automobilisten. Precies. Dank u wel, Mariska de Lange van de brandweer. Dan gaan we nog even terug naar Arjan Hoefakker. Ja, Arjan, eerder zei al dat de brand tot ver in de omgeving te zien is. Trekt het veel bekijks? Ja, Marel, er zijn heel veel mensen die hier naartoe komen om daarvan wat te kunnen zien. Die mensen worden wel op grote afstand gehouden. Maar ja, dan nog is er heel veel te zien, want die rookwolken die hier omhoog gaan, ja, die gaan honderden meters de lucht in. Arjan Hoefakker, dankjewel. De brandweer die verwacht tot zeker middernacht nog bezig te zijn met het blussen van de brand. Het laatste nieuws over de brand dat vindt u op onze website gld.nl of luistert u naar Radio Gelderland. En dan de dodenherdenking in Vorden. Het begint langzaam maar zeker een mondiale kwestie te worden. Niet alleen allerlei landelijke instanties bemoeien zich ermee. Maar nu heeft ook het internationaal vermaarde Simon Wiesenthal in Centrum in Wenen zich erover uitgesproken. Verder worden er allerlei acties aangekondigd. In Vorden willen ze namelijk voor het eerst 10.000 soldaten herdenken. Eerder vanavond stond Erik van der Pol bij de begraafplaats in Vorden. En toen zei ik al tegen hem dat het veel losmaakt, deze herdenking. Ja, het maakt zeker heel wat los, ja. Er is een Joodse organisatie die wil morgen hier met een vliegtuigje boven de begraafplaats vliegen om een protest te laten horen tegen deze herdenking. Er is een groepje neonazies die met een busje hier naartoe wil komen om de herdenking bij te wonen. Het Simon Wiesenthal Instituut, je noemde het net al, die hebben gezegd dat ze vinden dat dat de gemeente daarmee de grens overschrijdt tussen bezetters en slachtoffers en dat ze daarmee eigenlijk de gruwelen van de oorlog ontkennen. En dan is er ook nog morgen vroeg een kort geding, waarbij een andere Joodse organisatie probeert de hele herdenking te voorkomen. Althans, de herdenking zoals de gemeente hem voor ogen staat. Namelijk met ook aandacht voor de Duitse slachtoffers die hier liggen. Ja, maar hoe zou je het daar willen doen in Vorden? Is dat zo uniek? Nou, uniek is het niet. Op Schiermonnikoog wordt het al jaren gedaan. Ook daar liggen Duitse en geallieerde soldaten begraven. Daar is de herdenking altijd voor allebei de slachtoffers, zowel de geallieerden als de Duitsers. Er zijn ook Duitsers bij aanwezig. Daar worden ook volksliederen gespeeld, Nederlandse en Duitse. Ja, daar gebeurt het dus al jaren zonder problemen. Maar hier maakt het dus behoorlijk wat los. Vorden bereidt zich voor op de omstreden dodenherdenking. Er wordt geveegd en gepoetst, maar dat is niet het belangrijkste. De graven van de 10 Duitse soldaten worden inmiddels 24 uur per dag bewaakt. Politie en gemeenteambtenaren houden van een afstandje de boel scherp in de gaten. Ja, er is dag- en nachtbewaking, ook om toch te voorkomen dat deze graven beschadigd worden.
De herdenking is zo omstreden dat de wildste geruchten over verstoring ervan inmiddels de ronde doen op internet. Zo zou zelfs een groep neonazi's naar Vorden willen komen. Ik heb wel een telefoontje gehad van iemand uit Amsterdam. Die zei, er is een bus met neonazi's onderweg. En wat die van plan zijn, misschien hier de Hitlergroet brengen of wat dan ook. Maar die houden we wel tegen. Want gemeente en politie nemen de nodige maatregelen. Elke ochtend bespreken ze de situatie met het Vorderse 4 mei-comité. Het zou naïef zijn om te denken, nou goed, het komt allemaal wel. Dus nogmaals, we hebben gewoon voorzieningen getroffen om het een waardig evenement te worden. Hoeveel extra politiemannen worden opgetrommeld om de orde te handhaven, wil de burgemeester niet zeggen. Ja, Erik, en dan over die herdenking. Want hoe willen ze de Duitse militairen eigenlijk herdenken? Ja, eigenlijk maar heel summier. Het is morgen eigenlijk een hele gewone herdenking. Met daar verderop de graven van de geallieerde soldaten. Daar wordt de dienst gehouden, daar wordt de stilte gehouden. En na afloop van die herdenking kunnen mensen, als ze dat willen, hier achter mij langs de graven van de 10 Duitse soldaten lopen. Als ze dat willen, het hoeft niet. Dus eigenlijk is het even stilstaan bij die Duitse soldaten en niet veel meer. Het is niet meer dan dat. Toch heeft het veel losgemaakt. En daarom is er hier ook bewaking om te voorkomen dat er mensen zijn die iets in hun hoofd halen. Erik van der Pol vanuit Vorden, dankjewel. Ja, en na herdenken vieren we onze vrijheid. Maar het bevrijdingsfestival in Apeldoorn gaat zaterdag niet door. De gemeente heeft de vergunningen ingetrokken omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Het beveiligingsbedrijf trok zich terug na een financieel conflict. Er was een vervanger gevonden, maar de gemeente vindt dat dit bedrijf zich niet goed heeft kunnen voorbereiden. Hier in het Meenpark zou het zaterdag allemaal gebeuren. Artiesten als Armand, Grupo Sportivo en Henk de Knife en de Jets zouden optreden voor zo'n 25.000 bezoekers. Maar het gaat allemaal niet door. Tot groot verdriet van organisator Frank Notte en alle fans die al maanden naar het festival toeleefden. Er zijn bussen gereserveerd, zodat men met de fanclub met bussen naar Apeldoorn gaat komen. Het zijn allemaal dingen die nu voor niks lijken te zijn gedaan. En ja, daar zit een grote financiële strop aan voor iedereen. Dat er slechts 2 dagen voorafgaand aan het festival een ander bedrijf voor de veiligheid zou zorgen, was voor de gemeente een reden om de stekker eruit te trekken. Na ruggespraak met de politie nam het gemeentebestuur het resolute besluit. Er was ook volgens de politie op geen enkele manier mogelijkheid om in 2 dagen een aanvaardbaar, een verantwoord alternatief te organiseren in de sfeer van veiligheid. Dat ging niet, dat gaat niet en dan gaan wij er niet mee marchanderen. Inwoners van Apeldoorn vinden het jammer dat het niet doorgaat. Jammer. Dit had men moeten laten doorgaan. Ja, vervelend. Beveiliging is wel belangrijk, maar goed, met zo'n festival, ja, lijkt mij toch een feestje. Maar. De organisatie hoopt dat er linksom of rechtsom nog een oplossing te vinden is. Maar Frank Notte lijkt al een kater te hebben, nog voordat het festival begonnen is. Om het plastisch uit te drukken, ik voel me kloten. Maar gezien alle reacties die er zijn, ga ik voorlopig nog een paar uur bezig om te kijken of er nog ergens een opening is. De gemeente Apeldoorn laat weten niet meer terug te komen op het besluit. Ze keken vreemd op tijdens baggerwerkzaamheden in Oosterbeek. Naast allerlei spullen uit de Tweede Wereldoorlog kwam er ook een oude stalen kist tevoorschijn. Daar zaten 8 mm filmpjes in. Het Airborne Museum is nu op zoek voor wie de kist is, maar ook wie er op de film staan. Mensen die aan het volleyballen zijn en beelden van een camping. Veel is er niet meer over van de 8 mm films die boven water zijn gekomen tijdens baggerwerkzaamheden in de Oosterbeekse vijvers. Hoe ze daar terecht zijn gekomen is nog een raadsel. En dit is het mysterieuze kistje waar de filmpjes in zaten. Het heeft waarschijnlijk bij iemand op het dressoir gestaan en bewaarde daar zijn 8 mm films in. En dan krijg je natuurlijk de spannende vraag, hoe is dat kistje in het water gekomen? Ik kan me niet voorstellen dat de eigenaar op een dag dacht, ik hoef dat kistje niet meer en die filmpjes ook niet. De filmpjes zijn opgeknapt door het Audiovisueel Archief Gelderland. Sommige waren in zo'n slechte staat dat alleen deze plaatjes er nog van over zijn. Het interessante is om er nu achter te komen, wie zien we op die filmpjes? Van wie waren die filmpjes? En als we diegene hebben gevonden, kan die nog wat vertellen over wat er met dat kistje ooit is gebeurd? De kist is onderdeel van een tentoonstelling over het grootscheepse baggerproject in Oosterbeek en de historische vondsten van de Slag om Arnhem. Die vondsten worden vandaag gepresenteerd.
Het is een ludieke manier om het publiek te betrekken bij de waarde van zaken die uit het verleden uit de grond komen en allemaal stuk voor stuk een verhaal vertellen. Op www.gld.nl staat de hele video online. Kent u mensen op de video of weet u van wie de beelden zijn? Neem dan contact op met de redactie van Omroep Gelderland. Nog even, en we eten net zo makkelijk een worm als een biefstuk. En die insecten kun je makkelijk zelf kweken. Kijk er zo meteen maar. 160 Britse veteranen zijn in tientallen Londense taxi's aangekomen in Arnhem. De groep is in Gelderland om de bevrijding te vieren en herdenkingen bij te wonen. Ze zijn ontvangen in militair tehuis Brombeek. De veteranen zijn vandaag verder op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek en zaterdag bij het bevrijdingsdefilé in Wageningen. Een man van 21 uit Afferden heeft bekend dat hij in de gemeente Wijchen ponies heeft mishandeld. De eigenaresse van de paarden meldde zich maanden geleden bij de politie. Eén dier moest worden afgemaakt omdat het een flinke snijwond aan een been had opgelopen. Twee andere ponies waren met teugels op hun hals en hoofd geslagen en geschopt. Het Cruijffkoord in Hummelo blijft toch open. De gemeente Bronckhorst wilde vanwege te veel herrie het voetbalveldje sluiten. Maar de dorpsbelangenorganisatie heeft een tijdelijke oplossing gevonden om de overlast in de avonduren te voorkomen. Heel simpel, het terrein gaat 's avonds op slot. De politie heeft na de tv-uitzending van Opsporing Verzocht 13 tips binnengekregen over de verkrachting van een meisje van 6 uit Ede. Het slachtoffer werd vorige week dinsdag verkracht in Bosje bij het speelplaats aan de Spinoza-Staten. De politie werkt met 15 rechercheurs aan de zaak. Een ramkraak in Wekerom vanochtend vroeg. De overvallers ramden met een auto een gebouw waarin een geldautomaat zat. Daarna hebben ze de automaat waarschijnlijk met gas opgeblazen. Het is de daders niet gelukt om geld buiten te maken. Voorlopig zijn ze spoorloos. Twee mannen hebben 5 jaar cel gekregen voor gewapende overvallen. Een derde dader gaat 4 jaar de gevangenis in en moet zich laten behandelen. Het trio overviel in december vorig jaar en afgelopen januari een supermarkt in Ochten en een tankstation in Tiel. De Graafschapsspeler Pearl Frenkel is weer terug in de gevangenis om het restant van zijn celstraf uit te zitten. Hij moet een straf uitzitten vanwege een verkeersmisdrijf. Hij reed rond in zijn auto terwijl zijn rijbewijs was ingetrokken. Eerder deze week was hij al opgepakt en maar weer vrijgelaten. En dat allemaal in verband met een wedstrijd. Wie durft er 's avonds nog naar het Arnhemse winkelcentrum Elderhof? Steeds meer mensen geven aan het centrum te mijden. De angst voor overvallen is groot. Het centrum is regelmatig doelwit van criminelen. Gisteravond is het opnieuw raak in winkelcentrum Elderhof. 4 overvallers dringen tegen sluitingstijd de Jumbo binnen en bedreigen medewerkers en klanten met een wapen. Die ene die had een masker op. Ik denk, wat was dat dan? Het carnaval. En dan komen er 3 achteraan lopen met kous over hun gezicht heen. En ze lopen daar naar binnen toe. En ik loop gelijk hier naartoe. En ik zeg, bellen. Overval. 5 keer werd er de afgelopen 3 jaar een overval gepleegd in het winkelcentrum. Maar alleen dit jaar al werden ook de Lidl en de cafetaria doelwit van overvallers. Winkeliers en ook omwonenden voelen zich daardoor onveilig. Het is gewoon niet meer normaal. Ja, niet meer normaal, echt niet. Wij wonen hier niet veilig meer. Ze hebben de Lidl te pakken gehad, ze hebben de Primera, ze hebben de snackbar hebben ze overvallen. Dat moet nog iets en nu dit. En vaak wil ik 's avonds, als het lekker weer is, nog even eruit lopen om mijn boodschap te doen. Nooit meer. Eerder was er in het winkelcentrum al een proef met beveiligers. Maar omdat winkeliers dit zelf moesten betalen, is dit na 4 weken stopgezet. Om de problemen nu langduriger aan te pakken, gaan onder meer ondernemers, gemeente, politie en bewoners samenwerken. Soortgelijke projecten waren al succesvol. Afspraken maken wat je gaat doen, trainingen geven. En dan zie je dat medewerkers en ondernemers scherper worden in die winkelgebieden. Je kunt ook naar collectieve winkelverboden toe gaan komen binnen zo'n winkelgebied. We weten dat 60% van dat wat er gebeurt door dezelfde mensen plaatsvindt. Dan scheelt dat wel in de overlast die je hebt. Nog dit jaar moeten de eerste maatregelen in Elderhof tegen overvallers zijn genomen. Het begint langzaam maar zeker een rage te worden. Een lekkere maaltijd maken met insecten. Een paar weken geleden presenteerden ze in Wageningen zelfs het insectenkookboek. Maar waar koop je nu insecten als je thuis bijvoorbeeld eens een keer een heerlijke wormenmuffin wilt maken?
Nou, hier bijvoorbeeld. Althans, hier komen ze vandaan. Bij dit bedrijf in Ermelo worden jaarlijks miljoenen insecten gekweekt. Hier zitten allemaal buffelwormen in. En dat zijn kleine wormpjes die geschikt zijn voor de menselijke consumptie ook. De Wageningen Universiteit ziet een groei in het kweken van insecten voorbij ons thuis. In Ermelo merken ze ook dat de vraag toeneemt. Zeker als je kijkt naar 5 jaar terug, zie je een stijgende lijn in het geheel. Omdat het kookboek is uitgegeven onder andere en mensen er steeds meer mee in aanraking komen, dus het ook normaler wordt om te gaan eten. Naast deze grootschalige productie van insecten gebeurt dat ook op veel kleinere schaal. Zoals hier in Wageningen, in plaats van een moestuin. Hier in mijn schuurtje heb ik mijn eigen sprinkhanenboerderij en daar kweek ik sprinkhanen. Ja, eigenlijk om op te eten uiteindelijk. Insecten zijn een bron van eiwit en kunnen een alternatief zijn voor vlees. De meest humane manier om de beestjes te doden is door ze in te vriezen. Dan slapen ze in. En dan is het een kwestie van een uurtje wachten, vleugeltjes pellen en bakken. Nou, ik vind het nog steeds lekker. Het smaakt een beetje naar de buitenkant van een gebakken ei. Een beetje dat knapperige randje, maar wel een beetje die eiige smaak. Een beetje naar noot ook. Ja, dat is erg lekker. In de supermarkt om de hoek kom je de sprinkhanen nog niet tegen. Deze natuurvoedingswinkel die heeft ze al wel. Maar voor wijze in de boodschappenkar leggen in plaats van half om half gehakt. Ja, maar geef het 10 jaar de tijd, net zoals dat de garnaal destijds had. Het is toch een insect en het blijft toch even eng. Het is toch een stukje veerfactor. En dan gaan we naar het weer. U krijgt het van Casper Hootsen. De dag start morgen in Gelderland op veel plekken best aardig. Later komt er overal dikkere bewolking. En daarachter zit ook frissere lucht voor het weekend. Waar komt die bewolking vandaan? Die bewolking die frissere lucht gaat brengen. Nou, niet uit het zuiden. We hebben de afgelopen tijd af en toe mee te maken gehad. Maar tegelijkertijd ook nog best wel milde lucht. Hier vanuit het noorden komt een andere storing dichterbij. Met daarachter frissere lucht voor het weekend. Zonder dat het nou heel erg slecht weer gaat worden trouwens. Daar kom ik zo dadelijk natuurlijk op terug. Vandaag waren er ook behoorlijk wat wolken. Van boven Duitsland zo af en toe een paar opklaringen die Gelderland binnendraaiden. Hier en daar ook nog eventjes wat zon gehad daardoor. En vanavond en vannacht zijn er ook naast wolkenvelden wel een paar opklaringen die van boven Duitsland binnenkomen zetten. De temperaturen die dalen niet al te ver. En op zich best wel milde lucht nog. Morgen dan. Ja, een start met wat zonnige momenten, wat kleinere wolken plukken. Naar het noorden en westen van de provincie toe waarschijnlijk al wat meer bewolking. In ieder geval komt er vanuit die hoek steeds meer bewolking in de loop van de dag. Met later ook hier en daar een spatje regen. Maar verder, ja, naar het oosten, zuidoosten toe is de bewolking nog lange tijd dunner. Met wat meer gaatjes daarvoor. De zon en de temperaturen die in de Achterhoek nog zo rond de 16 graden uitkomen. Terwijl je bij Harderwijk het laagst uitkomt met een graadje of 12. En dus ook bijvoorbeeld bij Putten. Goed, zeker geen helemaal verregende dag ook daar. Het is echt een heel klein beetje aan regen wat er voorbij komt zetten. In het weekend geldt het ook grotendeels droog, maar die temperaturen, ja, die zijn gevoelig lager. En dat was het voor vandaag. Een grote brand in Nijkerk. Waarschijnlijk heeft de brandweer nog uren nodig om de brand te blussen. Een 24 uur bewaking op de begraafplaats in Vorden. Voor het eerst herdenkt de gemeente morgen ook de Duitse militairen. En dat zorgt voor verontwaardiging en daarom de bewaking. Dat was het voor nu. Ik wens u nog een hele fijne avond.